Wij komen even lekker een shotje halen. Schijt, ik doe het. Ik doe het. Ik trek je op. Ja, doe. Iedereen, de laatste tijd zeg je heel veel in de comments dat ik eigenlijk alleen maar in mijn onderbroek loop. En dat klopt ook. Dat doe ik als een schijnsel van. Ik loop liefst gewoon de hele dag in mijn onderbroek. Ik weet niet waarom. Het is gewoon lekker. Ik voel me zo vrij. Als een vogel. Hoi, 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 hoi. En jullie zeggen ook, de mensen om je heen doen het ook. We doen het gewoon allemaal. Met de boys. Met de boys. Gewoon allemaal lekker in die aanderflap. En hey, maar luister dit. Hè. Hoor deze remix. Let op. Hoor dit, hé. Hey. Schrijf niet de man. Ik heb lekker mijn vlog bewerkt hier achter mijn bureau en nu is het tijd om mees op te halen. Nadat ik me heb opgefrist en aangekleed dan. Ik ga niet zelfs in mijn onderbroek op pad, dat gaat te ver. De energie zit er zo in bij me dat ik wilde net voor de intro wilde ik mijn stoel pakken uit de studio. En wilde ik zo hoi, hoi, hoi op die beat, weet je wel. Alleen toen gebeurde er dit. Maar ik heb gelukkig geen schade, kijk maar. Je ziet helemaal niks hier. Nou, dat zie je sowieso niet, want je weet bijna niet wat je kijken moet met al die lijnen. Kijk, die lijn eens even. Oh, halleluja, 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 halleluja. Ik moet wel zeggen, dikke shout-out naar jullie support. Dat ik zo'n mooie werkkamer heb kunnen laten bouwen voor de vlogs, voor het editen. En zonder jullie hadden het natuurlijk nooit gekund. En ik ben zo aan het genieten van zo'n lekkere werkplek. Dat is toch niet normaal. Kijk dan, waar moet je nou kijken, man? Waar moet je nou kijken? Het is toch gewoon niet te geloven! Oké, cadeautje mee van Okke. Lijkt naar de vuilniszak. En dan is het tijd om te gaan. Na het opfrissen. Okke kon helaas niet mee. Die gaf zijn cadeautje voor Mees mee nog voor zijn verjaardag. Kleinigheidje. Voor Mees' birthday. Oh, maar kennen jullie dit? Kom je helemaal vers uit de douche. Helemaal vers. Dit moeten jullie herkennen. Als je dit niet herkent, dan heb je heel veel geluk. Heb je heel veel geluk. Ik kom de douche uit. Tandjes gepoetst. Helemaal fresh en fruitig. Ik had me helemaal ingeshaped. Hey, ik rook zo. Heerlijk. Ik stap de auto in. Bloedheet die auto. Ik zweet een klein beetje. Een mini beetje. En wat gaat er stinken? Mijn shirt. Alleen mijn shirt. Ken je dat? Dat je gewoon... En dan ben je net fresh en dan voel je gewoon helemaal opgefokt alleen door dat. Door zoiets simpels. Baal je toch gewoon van als een stekker. God, man, die. Dus ik ga even vragen of Mees of Shahid zo'n shirtje heeft. Want het staat op de festival. Shahid heeft ons uitgenodigd. Die heeft een of andere VIP-plek. Ik zal het straks wel uitleggen. En ik... Kijk, mijn zweet stinkt eigenlijk nooit. Maar pas als ik zweet in de shirt en ik trek hem opnieuw aan... Dan gaat die stinken, want het werkt dus zo, wetenschappelijk gezien, dat zweet zelf stinkt alleen als het opdroogt en dan weer nat wordt door de bacteriën. Een soort chemisch effect, heel leuk om te weten, maar dan weet je dat ook weer. Dus ik denk dat hij gewoon niet goed gewassen is. Denk op 30 graden of zo en dan een kort programma, ja, dan gaat dat er niet uit als je er flink gezweet hebt. Wat kijk je? Huh? Maar nee, ik heb er zin in. Wordt weer leuk vandaag, gezellig met Shahid en Mees. Wordt weer complete gekkigheid, dat weet je zeker. En Brian is er ook bij mij. Nou praat ik al gelijk weer een beetje Amsterdamse. Brian is erbij en dat is onze maatje met een beetje accentje. It's Tuesday night, we're running out of time. Would you take my hand into my skyline? It's only just to rebuild, but I swear it feels real when you take my... Like, oh jammer. Het was te snel. Hop into my passenger side. Ja, ik heb gewoon nog zelf een shirtje achterin liggen, kwam ik net achter. Helemaal schoon en wel. Die heb ik nog opgevouwen ook. Brian, mag ik hem van jou? Voor deze keer dan. Waarom doe je hem dan niet daar pas aan? Nou, omdat ik niet meer ga zweten, denk ik. De airco staat aan. Nou, het stond hier beneden achter op 24. Oh, wacht dan even. Dan wacht ik even. Nee, doe dan aan. Zo. Zo. Nou, dit is perfect. Let's go. Kan je ook niet zweten onder je oksels? Wil je nog je cadeautje thuis afbrengen? Afleggen? Of zijn Okke nog? Die hebben een cadeautje voor jou. Wil je hem openmaken? Ja, is goed. Ja, is goed. Tap, tap, tap. Ik heb het Okke voor je, maar hij kon niet mee, dus ik moet of ik hem mee kon nemen. Oh. Oh. Allemaal kleine drankjes. Okke, dankjewel. Welkom in Zeewolde. Hier ergens achter is een festival. Heeft Shahid VIP geregeld voor ons, omdat hij sponsor is. Ja. En wat was het ook weer? Backstage. Kijk, we moesten naar binnen achter bij het Reuzenrad. Festival klinkt nog een beetje rustig. Niet hele bijzondere muziek nog. Maar wij zoeken die harde pokkoes het niet. Ja, dat willen we hebben. Dus ik wil wel eigenlijk in het Reuzenrad, dat wil ik wel. Zou ik gewoon extra die DJ's het overnemen vanavond? Ja, wel meer. Hey Shahid! Hoe is het, maatje? Ja, ik heb zin in. Het ziet er leuk uit, jongen. Ja, heb je bandje voor ons? Anders mogen we niet naar binnen. Ja, hey Shahid, hier wil ik in hoor. Hé, hey, maar kijk dit, ik heb dit nog nooit gezien. Hé, hey, een politiescooter.
Wanneer zie je nou een politiescooter, gek? Dit zie je echt nooit. Ik vind het helemaal goud. Wat leuk. Hey, ga wel een reuzenrad, hè, maat. Ik wil er echt in. Wij komen even een lekker shotje halen. Kijk, we kunnen kiezen uit Jägermeister, karamel en... Zonder man, gap. Ja, de rest komt er zo meteen nog aan. Vind jij? Ik drink geen alcohol. Dan neem ik er wel twee. Wat doe jij? Jägermeister, alsjeblieft. Maar heb je al een muntje gekregen dan? Nee. Waar is dat muntje voor dan? Voor de cocktailbar. Voor de cocktailbar? Oké, dankjewel. Ja, dank u. Toppie. Ik zie je zo tegenop. Mees, hoe laat was jij vannacht thuis? 12 uur. 12 uur 's middags eigenlijk. Ja. En ja, het meest gaat gewoon door. Hey. Proost, hè? Hey. Lekker door. Shahid, leg het even uit. Je hebt een VIP-plek hier, want jij en Ilko zijn sponsor vandaag. Hij is onder andere sponsor. Alleen hij heeft niet zo'n bandje. Ja, wij hebben artistbandjes, wij mogen optreden. Ik heb geen bandje. Ik heb wel mee. Hoe kom je dan binnen? Oké, we gaan nu backstage. En helemaal goud, ik heb een artistbandje. Maar ik ga natuurlijk niet optreden, maar Mart wel. Dank je. En ik zei al tegen Mart, door deze guy heb ik zo'n leuke vakantie gehad in Gersonisos met de maat. Dat zijn het. Oh, elke dag, hè. Bacardi Lemon. Hey, word je helemaal niet gek van al die cadeautjes van iedereen? Iedereen geeft jou Bacardi Lemon. Ben je al alcoholist? Nee, ja, zwaar. Zwaar? Nee, bij elke optreden krijg ik sowieso een flesje. Maar je bent nog geen alcoholist? Nee, ik begin wel een beetje te trillen nu. Ik wil wel een kleine... Hij komt gewoon op het podium als hij gaat zingen. Ja, mogen we? Sowieso. Ja, leuk. Ga even mee jumpen, hoor. Ja, sowieso. Meedoen, hè. Ja, jumpen! Nee, Wat? Hij zegt, ik geef een microfoon. Ja, doe dan! Ik ga zo zeggen, Bacardi Lemon! Oké, kom eens. Jullie twee. Steenpierschaar, slaappierschaar, steenpierschaar. Eén keer. Steenpapier. Ja! Ja, bro! Ik vind het leuk! Ik ga het doen. Maar wat moet ik zeggen? Alleen Bacardi Lemon? Nee, het zingt gewoon mee. Ik doe het gewoon. Shade, zit iemand in de Dixie? Ja, dat ga ik niet doen. Zit iemand in? Nee, beetje duwen, kom, nee. Beetje, kom. Beetje duwen. Eentje. Ga ik niet doen, dat is toch. Hoe zat hij in de Dixie, denk je? Zo, ja, ja. Doe het hier inderdaad al. Kijk, hij komt eruit. Zag je wat voor beer daaruit kwam? Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Ja, die flasje op, ja. Zag je wat voor beer eruit kwam? Hé, hey, er kwam een beer uit die Dixie. Hij was echt boos eigenlijk al, hè. Hij ziet hem niks gedaan, alleen trillen. Hey! 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 H
eerste optreden ook. Helemaal nuchter, hè? Helemaal niet. Ik heb een, twee wodkaatjes op. Ja, dat voel je toch niet? Ik wel. Ja, jij wel, ja. Hey, Shahid. Je hebt altijd zo'n grote bek. Nu jij. Zahid, dit is jouw nummer. In 3, in 2, in 3. In de jungle Amsterdam ben jij een tijger in de kroeg. Hey Mart! Oh, sorry. Goed dit, hè? Hey. Ik kan wel lekker zingen, heb ik, hè? Ja, kan ik zingen? Ja, ja, ja. Volgende keer ga je weer mee, ja? Ja, ik ga mee. Ahoy, ahoy, doe je mee. Ahoy. Ik ga mooi, ahoy. Ahoy, doe je mee. Ja, gaan we gelijk ahoy in. Ahoy, schip, ahoy, hoi, hoi. Maar heb ik je niet... Ik kan lekker zingen. Oh, je meent het ook echt. Ja, zo, zo. Als jij gewoon één hele liedje doet, doe ik mezelf maar 6 doen. So while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. Maar hij wil niet, hè? Hij heeft altijd zo'n grote bek. Ja, jij ook. Ja, maar ik doe het. Ik doe het. Ja, dan. Echt wel, hij riep jou, ik riep jou, jij ging niet. Hij durft het niet. Hij niet. Hij durft het niet. Ja, dat maakt toch niet uit. Ik doe het gewoon nuchter, vriend. Hij plant het voor, jij niet. Nee, maar boeit dat niet. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Ik krijg er energie van. Ik had ook leuk gevonden. Samen de doos had ik sowieso samen die doos. Ja. Samen de doos, ja. Samen de jee, 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 radio. Hartje! Ja hoor. Wie is de koning? Je moet even niet. We mogen niet schommelen, gaan we schommelen? Ja, sowieso. Ja, ja. Hey, de tweeën. Oh. Hey. Naar voor, naar achter, naar achter. Hey. Naar voor, naar achter. We gaan in het reuzenrad. We noemen hem groot, nu moet hij reuzenrad. Reuzenrad, stijfjes een rad. We zien met nul beveiliging, kijk dan. Nul beveiliging. Hey. Shahid is zo'n zieke aanbachtsoer, jongen. Filmen. Shahid. Oh, ja, wat is er nou? Als je bij jou de term aandachtshoer opzoekt in het woordenboek, sta jij erbij. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Helemaal goud dit jongen net hier optreden. Fucking goud. Ik vind dat zo leuk, gewoon lekker spontaan. Hallo. Heel zwaaien. Shahid, alsjeblieft één moment even niet op je telefoon, schat. Oké, schat. Ik ben even met... Oh, oh, de... ah! Ik ben even met jou genieten, lieverd. Ja, zo schat. Nou, vertel. We zijn nog weer beneden. Nou, we konden niet eens... Hey. We gaan door, rondje. We konden niet eens vies doen, hè? Nee, vieze dingen doen. Kijk, ze maken een foto. Kijk, ze maken een foto. Hey. Laten we eruit gaan, ja? Doe je knieën weg. Laten we eruit gaan, ja? We hebben al genoeg. We zijn al... Ik ben duizend, man. We zijn al 18 keer. Oh mijn god, hoe leuk was deze dag? Dat was heel leuk. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Wat ontzettend veel positiviteit weer vandaag. Helemaal met Mart en Shahid was weer gek. We hebben gedanst met de vrienden van Shahid. En het was helemaal gezellig. Dus ik hoop dat jullie mee hebben genoten van deze gekke vlog. Van deze festivalvlog. Voor de mensen die er waren, echt top. Heel leuk publiek. En dik shout-out naar Mart dat hij gewoon mij liet optreden. Super random. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is: meest drinkt veel te veel. We'll be right back.